Yo, mensen, ook wel deze gloednieuwe video. Ik ben vandaag lekker thuis. Ik zit op mijn vertrouwde kamer. Ik doe me gewoon wat. Zo. Prinses Kech. Jongens, ik heb dit spel vroeger zo veel gespeeld, Mario. Op de Nintendo DS, op de Wii. Echt op alle consoles, alle game consoles trouwens, heb ik Mario gespeeld. Ik heb die informatie niet bepaald echt nodig. Kom op, kom op, kom op. Oh jongens, het voelt zo chill om thuis te zijn. Weer op je eigen vertrouwde plek. Weer in je eigen warmte. En ik heb het spel een paar keer gespeeld trouwens. Mario. Voor je telefoon dus. En het is echt heel lang geleden. Misschien is dat meer dan 4 weken geleden. Wacht, het is volgens mij vorig jaar ergens in 2018. Volgens mij vorig jaar. Begin 2018 of begin 2000. Voor mijn begin 2018. Oké. Heel erg leuk om dat te zien, maar niet thuis. Ik weet wel hoe je moet gamen, Jezus. Jongens, ik heb nog de hele oude versie van Mario nog thuis liggen. Een hele oude versie. 2 oude versies zelfs. Ik heb ook Mario de Ninja. Dr. Mario moet nog steeds thuis liggen. Mario Galaxy heb ik vroeger gespeeld. Ik heb Mario voor de Wii gespeeld. Mario Bros voor de Wii. Zo. Oké, het gaat lekker. Het is potje gehaald.
En wat houdt die in? Nee, ja. Oké, ik weet niet wat dit precies inhoudt. Maar het moet van de opdracht geven. Ah, fijn. Weer die klopt. Weer die rot reclame. Oké, jongens. Oké, jongens, het gaat echt lekker. Oh, ik haat dit soort dingen in de games. Ja, maar joh. Jongens, dit is een leuk spel voor je mobiele telefoon. Als je van Mario games houdt en je hebt geen zin om Mario zomaar te kopen in een gewone winkel, moet je gewoon deze kopen. Moet je gewoon eigenlijk dus deze gewoon gratis te downloaden. Ik hoop nog dat er kies nog een andere Mario game komt voor je mobiele telefoon. Want dat zou gewoon echt leuk zijn. Want dan stop je eigenlijk gewoon heel veel dingen van je jeugd terug. Heel veel praatgedoe. Flikker op. Nou, we gaan nog kijken voor. We gaan tot om het kasteel. Als we zo ver. Als we het voor elkaar krijgen. Maar dat moet vast ook wel goed komen. Oh my god, jongens. Deze game heeft zoveel. Mario's games hebben echt zoveel. Hebben zo lang in mijn jeugd gezeten. Toen ik zelf begon met. Voor mijn YouTube-kanaal had ik zelf ook een. Had ik zelf. Ik heb vroeger zoveel dingen van Mario gehad.
Ik heb Mario Pet gehad. Ik heb Mario actiefiguren gehad. Poppetjes heb ik ervan gehad. Maar die heb ik uiteindelijk toch allemaal weggedaan. Omdat ik het niet meer aanvond. Het lag de hele tijd om mijn kamer te verstoffen. Maar dit is toch gewoon amazing. Het lijkt gewoon dat je je jeugd weer instapt. Zo. Zo. Oké, we hebben weer een stukje van het spelletje uitgespeeld. Ah, flikker op, niet te bemoeien. Weet je wat, dan spelen we die ook gewoon eventjes lekker door. Fijn, die vraag ik toch niet de hele tijd om, jongens. Hoppakee. Dat hebben we mooi gedaan. Jongens, laat me eventjes een keertje weten via mijn Instagram wat voor mobiele games ik nog een keer moet spelen. Oh shit. Dat betekent dat we hier nog moeten verder moeten hebben. Huppakee. En huppakee. En huppakee. Huppakee. Kijk eens jongens, weer een potje gehaald. Jongens, laat mij via mijn Instagram weten. Dat is gewoon Joey fucking. Met hoeveel. Hoe vaak ik. Hoe zou ik het zeggen? En stuur me gewoon een berichtje via Instagram. Wat voor games ik nog meer moet gaan spelen. Nou, eens kijken of we hier nog wat kunnen bereiken. En dan schrijf ik mee uit voor vandaag. Want dan. Ga ik deze video even nog gauw uploaden.
Ah, shit. Dit haat ik nou in games zo erg, hè. Dat je nooit een gouden kans krijgt om eventjes. Om iets te proberen te pakken dat je het eens niet kan krijgen. Dat haat ik nou zo erg, hè. In mobiele games. Oké. Oh jongens, ik ben zo moe. Maar ik wil toch voor jullie nog video maken. En weer reclame. Nou. Hoeveel hebben we er nu? Nog steeds 11. Dan ga ik nog iets anders eventjes gaan laten zien, jongens. Dit is mijn Insta. Dus heb je Instagram? En bovenste staat hoe ik heet via mijn Insta. Dit is mijn logo. En ik post bijna vrijwel dagelijks of foto's. Dus volg je me nog niet op Insta? Doe het eventjes dan gauw. Want we gaan voor deze abonnees. We gaan voor de 100.000 abonnees, jongens. Alleen voor de 100.000k. En deze pet heb ik van laatst opnieuw nieuw eentje gekocht. Zoveel abonnees hebben we op dit moment. Maar hij is nu veranderd in 73. Maar jongens, we gaan voor de 100.000 abonnees. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik adios. En volg me even op Instagram. En ik zou. Dit is mijn Insta. Dus volg me eventjes erop. Laat me even een berichtje achter. En dan zeg ik later, mensen.